Jullie gaan zo beginnen? Ja, we gaan zo beginnen, ja zeker. Kijk, het is 11:55. Omroep Dommeland, Nieuwsflits. Het Repair Café is net 15 minuutjes bezig, maar het is volle bak. Ja, meestal in het begin heel druk. We hebben meestal even een wachtrij voor 12. En stiekem beginnen we al. Zodra een reparateur binnen is, mag hij aan het werk. Dus, maar we moeten altijd eerst de tafels hier arrangeren, stroomtoevoer, de bedjes uitdelen. Nou ja, goed, in het begin is het hectisch, maar nu draait de zaak rustig. De Interpure. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik nog even een flauw idee heb, want hij blijkt waterapparaat, hij lekt. En wat is het voor iets? Ik denk een koeler, een waterkoeler. Voor... En hij lekt water? Hij lekt water. Hoe gaat u dat oplossen? Ik ga eerst maar eens even kijken wat er gebeurt als ik hem aanzet. Maar ja, ik moet water hebben. Dus ik... Dat is een probleem. Nou ja, dit hoort normaal gesproken om een kraan te zitten, ja, natuurlijk. En dan, dan moet ik eens kijken. Ik denk dat ik hem eerst maar probeer een beetje open te maken. Om te kijken of er ergens iets kapot is of een dingetje los zit. Dan kom ik straks even bij u terug. Ja, prima. Oké, tot zo. Mevrouw. Hi. U bent zich aan het installeren. Ik ben mij aan het installeren en het is altijd een beetje ingewikkeld hier bij het Repair Café, want we moeten min of meer ons plekje veroveren. Maar u gaat naaien? Ik ga naaien, ja. En mag ik dan gokken dat u dit mooie pak wat u aan heeft zelf gemaakt heeft? Ja, dat heb ik zelf gemaakt, ja. Ja, daar zit, nou, ik zou zeggen, show het maar eens even. Nou, het is van een hele fijne materiaal. Het is lekker warm, dat kun je wel zien. En het is rekbaar, dus dat zit altijd fijn. Maar ik maak meestal de dingen op kleur en op wat bij mijn schoenen past. Ja. Oh, dus u begint bij de schoenen? Ik begin bij de schoenen meestal. Als u blauwe schoenen koopt, dan wordt het blauwe kleren? Dan een blauw jurkje of een blauw rokje of een blauw broekje op. Hartstikke mooi. Nou, succes vandaag. Ik zie allemaal mensen toch redelijk op leeftijd die hier alles komen repareren en daar zit jij tussen. Ja, ik vind elektronica repareren is eigenlijk wel... Ja, dat vind ik wel gewoon heel leuk. Ben jij er ook al handig in? Nog niet echt. Ik heb het zelf nog niet echt gedaan. Maar ik vind het wel altijd al, ja, heel goed dat je dit doet. Ja. Wat ben je aan het proberen te repareren? Ik probeer het transportgedeelte van een diaprojector weer in orde te krijgen. En dat valt niet mee tot nu toe. Ja. Net zag ik jouw vinger ergens in stoppen en dan had je iets van... Ja, dat is warm. Oh. Dat is proefondervindelijk, hebben we dat ontdekt. Ja, ik zag het. Hij wil nog niet. Maar heb je een idee waar het probleem zit? Nee, nog niet. Echt niet. Ik denk hier ergens in. Ja, zeker. Maar we gaan kijken en anders hebben we altijd wel iemand meer deskundig bij die dat misschien wel kan. Hop. En u bent dan repareren met de stroom erop of is de stroom eraf? Nee, kijk, ik heb de stekker in mijn handen. Veilig. Ja, zeker. Dat doe ik mijn best voor. Les 1, hè? Ja. Veiligheid. Ja. Nou, succes. Dankjewel. Ik luk hier dit lamp. Dat is een hele felle. En zo hebben mensen allemaal een eigen verhaal van een lekkage, een brokje wat los zit, een wieltje eraf gelopen. Ja, want het is... Het zijn vaak kleine dingen. Nee, maar met die kleine dingen, als je naar een echte reparateur moet, dan betaal je een vermogen. Dus dan is het vaak goedkoper om het ding weg te mikken en een nieuwe te kopen. Precies. En dat gaat gelukkig veranderen. Er komt een Europees beleid dat repareren nodig en mogelijk wordt. Dus het apparaat moet al anders gemaakt worden, zeg maar met schroefjes in plaats van lijmen. Dus er komt inderdaad een tijd dat repareren minder, zeg maar, moeilijk wordt. Maar nu hoor je wel vaak de klachten. Ja, dat zit helemaal dicht, ik kan het niet openmaken. Ja. Hij lekt hieruit, dat zie je hier ook, want ja, hier ligt allemaal water. Dus wat we nou gaan proberen, is om dit... Dus eigenlijk een simpel ingreep? Ja, als je weet hoe het werkt, wel ja. Ja. Maar hoe vaak wordt dan zo'n apparaat gewoon weggegooid eigenlijk? Het is toch zonde als er... Vaak, heel vaak. Het is toch zonde als het op een simpele manier gemaakt wordt. Maar daarom zijn jullie ook hier, denk ik. Nou, het is meestal de kunst eigenlijk, nou valt dit mee, maar om een apparaat uit elkaar te krijgen. Want vaak is het in de fabriek is dat in elkaar gestanst, geperst
En dan, ja, dan moet je hem uit elkaar halen. Bij mij is het net andersom eigenlijk. Uit elkaar halen is geen probleem, in elkaar zetten. Nou, vaak doordat je het uit elkaar haalt, heb je ook wel kans dat de dingen afbreken. Oké, op die manier. Dus dan waarschuwen de mensen altijd wel van zeggen, joh, hij doet het niet meer, ik kan hem openmaken. Hij is toch kapot, dus je hebt ook verder niks meer aan. Maar als hij afbreekt, dan kan ik hem niet meer fatsoenlijk in elkaar zetten. Okay. Dus dan, ja, dan moet je hem alsnog weggooien. Ja, ja, ja. De fabrikanten maken het tegenwoordig steeds lastiger om iets uit elkaar te halen. Ja. Dat is wel zo dat tegenwoordig ook op heel veel YouTube-filmpjes mensen al dingen uit elkaar halen. En als je dat dan volgt, dan klopt, kan je ook wel redelijk in. Voor mij is het probleem, als ik het in elkaar zet, dan hou ik 16 schroeven over. Ja, als er dan, ja, het is vervelend dat ze dan 17 meer moeten zitten natuurlijk. Mijn rits is kapot. Aha. Ja, ja, hoe zeg, je bent fantastisch. Nou, klaar. Je bent fantastisch. Ja, zeker. Die heb ik zelf geprobeerd, maar het is mij niet gelukt. Zal ik even hier overheen steken? Super. Dan kun je hem niet verder naar beneden trekken. Ja, ik ben er blij mee. Tuurlijk. Ja. Wat had u anders met die broek gedaan? Dan was ik naar de markt gegaan. Ik had ook al een tip gekregen dat ze me daar misschien konden helpen. Maar anders zou je hem weggooien waarschijnlijk? Nou, dan was ik ook nog naar vrienden gegaan. Ik ben niet zo heel snel van het weggooien hoor. Heel goed. Dus, dat is ook de bedoeling van dit repair café natuurlijk. Ja, dus dat vind ik ook veel te zonde om het meteen weg te gooien. Dan gaan we nu wel aan de koffie. Ja, nee, we gaan niet aan de koffie. Hij blijft knipperen, dus we moeten even kijken wat we daaraan kunnen. Hij blijft knipperen? Hij blijft knipperen, ja. En dus gaan we straks hem openmaken, kijken wat het is. Maar ik ga eerst nog een beetje water moet ik nog bij doen. Ja, ja. Ja, succes. Dankjewel. Als men iets te repareren heeft, dan moet men eerst langs u. Ja. Dat is het beste, ja. Dan krijg je een nummertje en dan schrijf ik op wat de oorzaak is. En dan gaan we daarna kijken, als ze terugkomen, gaan we kijken of het ook nut heeft gehad, of het gerepareerd heeft kunnen worden of niet. En dan zo gaat het door. Hoe vaak doen jullie dit nu, zo'n repair café? Om de 2 maanden. Nou, ja, gooi maar even hier in de water. Is dat uw stofzuiger? Ja, dat is mijn stofzuiger. Het wieltje is afgelopen, maar ik kan het er zelfs niet op krijgen. En ik ben benieuwd of ze me hier kunnen helpen. Ja. Dat zou mooi zijn. Ja. Want een nieuwe stofzuiger kopen als die niet nodig is. Dan, ja. En dat is nog goed. Maar je merkt, je hoort, of je ziet tegenwoordig heel vaak mensen iets heel snel weggooien. Ja. Ja, maar ik denk een stofzuiger is toch een behoorlijke investering weer. Ja, klopt. Maar als je dit nou moet laten maken door... Dan ben je 100, 150 euro. Nou, ja. Dus ik ga het hier proberen. Ja, maar dat is zonde, want dan kan je net zo goed een nieuwe kopen. Ja. Dat is het probleem van tegenwoordig, hè? Ja, zeker. Dus we gaan het proberen. Ja, ik hoop het. Ja. Ik hoop dat hij morgen weer lekker kan zuigen. Ik ben benieuwd. Ja, dat is mijn afdeling, hè? Zo is het. Ik krijg het niet voor elkaar. Ik heb het al van alles geprobeerd, schoongemaakt. Hij zat helemaal vol stof. Dat is eruit. Ja. Spray gebruikt. Stroom zit er ook in? Ja, stroom zit erin. Ja. De wekker doet het, maar de radio doet het niet. Maar de radio krijgen we niet voor elkaar. Dus hij is eigenlijk overleden? Hij is overleden. Ja, als je het zo wil zeggen. De radio doet het niet meer. Maar ik denk dat hij toch al zo te zien best al een tijdje is meegegaan, toch? Ja, ja. Hij is al heel oud. Hij heeft zijn dienst bewezen. Hij heeft zijn dienst bewezen. We zijn inmiddels 10 minuutjes verder. En hoe lukt het? We hebben de onderkant nog niet open gekregen. En hier hadden we niks in kunnen vinden. Dus we zijn eigenlijk nog niet echt... Geen steek verder? Nee. Nee. Maar dat geeft niet. Het is een uitdaging, hè? Het is echt een uitdaging, ja. Ja. Dus een stofzuiger die een dame net gebracht heeft, zag ik? Ja, ja. Wat is er aan kapot? Nou, de kruimeldief doet het wel. Maar de stofzuiger zelf, die is maar eventjes blijft hij aan. Oké. Okay. Als ik hem inzet, dan doet hij maar eventjes. Kijk. Als ik deze aanzet... Dan is je zo uit. Dat is heel vreemd. Ja. Hallo. Hallo.
U gaat mij de toekomst voorspellen, zie ik. Ja. Het lukt vrij goed. Ja, wat wordt het? Nou, momenteel heb ik eventjes geen stroom, maar ja, de lamp, hij doet het gewoon niet en hij komt hier uit de winkel volgens mij, dus... Het zal ergens een draad kapot zijn. Ja. Ik weet niet, ik heb vrouw. Maar die moet op te lossen zijn. Die is op te lossen, die brandt over een half uurtje wel weer. Dat warmt niet op. Nee, maar misschien, tussen twee haakjes, moet je ontkalkt worden. Ja, dat zou kunnen. Dat zou een optie kunnen zijn. Maar ja. En anders kan die naar de milieustraat. Ja. Dus, zonde, moeten we een nieuwe kopen, want zo oud is hij niet, wel? Nee, ik denk hoger 3 jaar. En drinkt heel veel koffie misschien. Ik heb graag best koffie. Op tijd koffie. He? Zo hoort het ook. Zo is het. Mooi. Welkom bij het Repair Café. Ja, dank je. Wat heeft u te repareren? Een timer. Een switch. Timer. Aha. Dank je wel. Dan kan ik je draaien. Oh, krijg ik ook nog. Ja. Oh, of het goed is of niet. En waar gebruikt u die voor? Heb ik nog niet gebruikt, omdat ik denk dat hij het niet doet. Aha, waar daarom gaat u hem voor gebruiken? Daarom, dan kun je een lamp erop laten veranderen. Of iets anders. Heeft u hem wel geprobeerd al? Ooit wel. En nou heb ik hem net thuis geprobeerd. Maar toen deed hij niks. Aha. Dus ik denk, ik neem hem gelijk mee. Misschien. Ik ging met mijn dochter. Misschien iets heel simpels. U heeft... Een melkopzuiger. Een melk. Die heeft ongeveer 9 maanden gewerkt, maar helaas was ik een bonnetje kwijt. Anders had ik hem nog terug kunnen brengen naar de winkel, want er zit 1 jaar garantie op. Maar ja, dus daarom heb ik hem hier maar mee naartoe. Volgens mij kunnen ze dat nog zien in de winkel, hè? Ja? Volgens mij wel. Oké. Dus als het hier niet lukt... Oh. Als het hier niet lukt... Maar wat, hij schuimt niet meer op? Nee, hij doet niks meer, dus... Het was wel dat hij een paar keer weer terugkwam, maar uiteindelijk nou is hij al een hele tijd buiten gekomen. En zonder melk op schuimer kun jij niet leven? Nou, op zich wel eigenlijk, maar ik vind het gewoon zonde, dus ja. Zo is het, nou succes. Ja, dankjewel. U heeft uw aquarium meegenomen? Ja, bijna. Koffiezetapparaat. Aha. En die is opgehouden. Geen koffie meer dus? Ja, op een andere manier. Ouderwetse manier? Ja. Dat is ook lekker. Dat wil ik ze net zeggen, dat is net lekker. Dus, kroosje. Maar wat is aan kapot? Weet ik niet. Ja, dat snap ik maar. Wat doet hij niet meer? Hij doet niks meer. Hij is één keer opgehouden. En hij is eigenlijk nog maar een goed jaar oud. Oh, maar zit daar geen garantie op dan? Als je tweedehands koopt niet. Oh, oké, dat snap ik. Dus hij is wel wat ouder dus. Ja, dat zou kunnen. Ja. Goeiedag. Is de muziek ermee gestopt? Ja. Het is een apparaatje voor bij mij in de keuken. En ik ben er zeer aan gehecht. Alleen de cd-speler werkt niet naar behoren. Hij zegt elke keer dat er geen disc in zit. Misschien heb je er iets van Frans Bauer in gestopt? Of? Nee, hele goede muziek zelfs. Aha. Hele goede muziek. Maar Frans is ook goed hoor. Dus ik hoop dat Jan me kan helpen. Ja, Romanza. In de keuken? In de keuken, ja. Heb je ook een vrouw? Ja, zeker. Ja, dat is belangrijk dat dit... Maar daarvoor komt hij, hè. Daarom. Dus in de hoop op een gegeven moment dat liefst weggooien vind ik ook dood. Ja, dat is zo. Als het werkt, dan werkt het. Als het werkt, dan werkt het. Maar het moet wel naar boven werken. Ja. Eens kijken of we hem uit elkaar kunnen krijgen, dat is altijd het probleem. Ja. Ja, dat is jullie vakmanschap natuurlijk. Hè? Nee, ik hoop dat binnenkort de romans weer in jullie keuken gedraaid kan worden. Ik heb de box bij, dus als er dadelijk geluid uitkomt, dan is Jan geslaagd in zijn optie. Ja, goed. Heeft hij jouw huwelijk gered dan? Ja, dan heeft hij mijn huwelijk gered. De grote vraag is, kan deze dame binnenkort haar melk weer opschuimen? Dat is voor jou een vraag of voor mij een weet. Wat denk je? Ik weet het nog niet. Ik heb hier spanning op staan, dus dat doet het. Maar er zal al wel hier inwendig wel iets kapot zijn. Spannend. Nou, ik ben eigenlijk wel heel nieuwsgierig of het gaat lukken, ja. Ik had zelf ook al zitten kijken wat het kon zijn. Ik had het al een beetje schoongemaakt en alles, maar ja, dat hielp niet echt. Dus... Ik denk dat het gaat lukken. Ja, je hebt er wel vertrouwen in. Jawel. Deze meneer heeft altijd vertrouwen hier altijd in. Er zit vaak inderdaad gelijmd en als je hem open krijgt, open maakt, krijg je hem niet meer dicht. En dat wordt genoemd een soort bij voorbaat gemaakt om niet gerepareerd te worden. Ja. Want wij willen gewoon meer verkopen. En dat heeft Europa langzaam nu in de vingers genomen. En zo is er langzaam dus een verbetering, hopelijk. Het is een goede zaak. Ja, absoluut een goede zaak, want anders moet je weer nieuw materiaal nodig hebben, grondstoffen nodig hebben. En dat is het kader van milieu en klimaat. Van als je iets kunt verlengen qua gebruik, is dat gewoon een enorm voordeel voor het klimaat en voor grondstoffen.
Je kunt er langer mee door. Goed verhaal. Ja. Dankjewel. Dankjewel.